In deze video gaan we kijken naar de optie ruis verminderen met behulp van AI en Lightroom Classic. Goed, ja, ruis, we kennen het allemaal, hogere ISO's, sterke bewerkingen, dan kunnen er korreltjes in het beeld komen en dat zie je bijvoorbeeld hier in deze foto. Vaak worden die korreltjes niet gezien bij kleine weergaves op een scherm of bij een kleine afdruk, een klein printje, maar ja, ga je inzoomen of uh, wat groter formaat afdruk, dan wordt het wel duidelijk en is het niet gewenst. Nou, wanneer ruis niet gewenst is en je hebt toch een hele mooie foto, dan kun je dat doen met ruis verminderen met behulp van AI in Lightroom Classic. En daar gaan we eens even naar kijken. Je vindt de optie in de module ontwikkelen onder de deelvenster details en dan zie je het knopje ruis verminderen. En daar staat onder verminder ruis met AI. Het resultaat wordt opgeslagen als nieuwe DNG. Dat is een, een belangrijke opmerking, want elke keer wanneer je dit doet, ja, ontstaat er een nieuw bestand. Dus. Het rolbestand wat je hebt, en daar komt er eentje naast te staan. En dat is een DNG, en die is ongeveer anderhalf keer zo groot als het originele bestand. Dus het neemt wel wat schijfruimte in. Omdat het ook lang duurt, dat zullen we direct zien, of het duurt een zekere tijd, is dit geen functie waarbij je dus 100 foto's snel gaat ontruizen. Want dat gaat dus niet werken, of je moet ja, het, het overnacht, overnacht doen. Maar uh, ja, dan heb je dus wel 100 nieuwe DNG's. Maar goed. Wanneer, wanneer je het doet voor je beste foto of je beste foto's, dan heb je er maar een paar, is het een prima optie. Ruis verminderen met AI gebeurt in de cloud, dus zorg wel dat je een snelle internetverbinding hebt, want dat helpt zeker mee. Goed, nou het enige wat we dus moeten doen, we hebben de foto die we willen gaan uh, ruis verminderen en daar klikken we op ruis verminderen. En dan ontstaat er een tussenvenster, dat is de, die ken je waarschijnlijk wel van, van verbeteren, want dat kun je ook doen in uh, Photoshop. Voorvertoning voor verbeteren en daar staat de optie ruis verminderen, staat daar standaard aangevinkt. Nou, links zie je een voorbeeld, weinig zeggend voorbeeld, kijk ook verder niet naar. En de enige instelling die je kunt doen is het percentage. Dus zet je hem op 63 bijvoorbeeld, op 79. Nou, simpel, ik zet hem altijd ergens tussen de 90 en de 100. Of liever gezegd gewoon op 100. Dan heeft hij dus de maximale ruisreductie en omdat de ruisreductie zo goed is, blijft het, het detail goed. In stand, dus het is niet dat je daarmee heel veel detail weg gaat gooien. Bovendien gaan we dat in het eind van de video proberen te herstellen. Nou, wat zien we hier nog meer? Geschatte tijd ongeveer twee minuten, dat is dus helemaal afhankelijk van de snelheid van je computer en je internetverbinding of je een stapel wil maken. Die heb ik meestal niet aanstaan. En ja, het knopje verbeteren, dus daar klikken we maar eens op. De voorgang zie je hier straks links bovenaan. Uh, ik ga verder dan even mijn mond houden en ik kom terug zodra het klaar is. Goed, en we zijn nu klaar. Waaraan zie ik dat ik klaar ben? Nou, je ziet hier onderin, zie je nu een extra thumbnail. De oorspronkelijke foto, IMG 0099. En daarnaast staat 0009 verbeterd. En er dus verbeterd, noise reduction. En daar klikken we maar eens op. En dat is dus deze foto. Uh, ja, zoom maar eens in. Hè, want ja, dat is toch uh, de essentie van, uh, van ruisverwijdering. Zien we nog ruis? wanneer je op 100% kijken. En je ziet, dat is echt... Hartstikke schoon. Ja. Je ziet er is nog een heleboel detail best blijven bestaan. Want je ziet daar toch dat sprietje dat is een soort haartje op zijn uh, panzer. Het is overigens een uh, sabelsprinkhaan. Um, en hier zie je nog wat kleine haartjes. Ik zal ze gewoon eens naast elkaar zetten, eens kijken wat dat doet. Dan heb je misschien wat beter zicht. Dus even gewoon, ik zal ze even omdraaien. Dat is misschien handiger om te zien. Links hebben we de foto met ruis. En rechts hebben we de foto die we bewerkt hebben. Dus we klikken maar eens even erop. Dan zien we ze naast elkaar. En ja, dan zie je heel duidelijk dat de ruis uit die rechterfoto verdwenen is. He, dat is heel mooi. Maar je ziet dus wat ik zeg, dat haartje. Dat zie je eigenlijk heel erg goed toch terug. Dus het lijkt alsof het meer, nog meer een beetje verscherpt is. En kijk eens naar deze dijbeen. omdat dat dijbeen. Ja, daar zitten dus die zwarte bolletjes op. Ja, daar zie je amper dat daar detail verloren is. He, ook in zijn, in zijn gezicht. Ja, op zijn kopie. Het lijkt zelfs een klein beetje scherper. Dus dat is, dat is eigenlijk een heel mooi resultaat. Ja, uh, het DNG-bestand is dus anderhalf keer zo groot dan het, uh, uh, het oorspronkelijke bestand. Maar dat heb je, dat heb ik, heb je er wel voor over. Hè? Wanneer het bestand zoveel beter is, ja, dat is dan toch een hele vooruitgang. Dus je ziet, uh, het wordt duidelijk veel beter. Gaan we even terug naar de ontwikkelmodule? Want je bent toch een klein beetje detail kwijt, om het maar zo te zeggen. Dus we, we hebben hier de, oorsprong, of de bewerkte foto in, in, de, in beeld. En we gaan maar eens kijken hoe we dat kunnen verbeteren. Het mooie is nu dat normaal gesproken, wanneer je een foto hebt met ruis, dan moet je niet gaan verscherpen, want dan vers, verscherp je de ruis. Nu de ruis verdwenen is heb je natuurlijk veel meer ruimte om te verscherpen. Hè? Dus hoe doe je dat? Nou, meestal zet ik, dat doe we in hetzelfde detailvenster, of in hetzelfde deelvenster. Hè? Details, dan zie je dus dat vakje hier met verscherpen. Meestal zet ik de straal een heel en terug, bijna gewoon op zijn laagste stand een half, en het verscherpen zet ik redelijk ver omhoog. Dan dan heb je niet van die grote halo's. Wanneer je vindt dat je wel ja vertekening krijgt kun je het masker instellen. Houd dan vooral de alt-toets in. gedrukt. ik druk nu de alt-toets in en ik versleep nu het masker. Nu wordt het op het hele beeld toegepast en naarmate het dat je meer contouren ziet, wordt het nu alleen op de witte gedeelte. Het is een soort laagmasker en dat is in Photoshop. Op de witte onderdelen wordt het toegepast. Dus daar kun je misschien zelfs de straal wel ietsje verhogen. Zo en uh, ja, we zullen even voor en nakijken. Dit is voor. En dit is nou, je ziet denk ik op YouTube niet geen verschil. Maar de foto is toch een stukje scherper. En het oogt ook scherper. Dus wanneer je dit beeld op een A4'tje afdrukt, of zelfs als een spread in een, in een boek voor 30 bij, bij 60. Dan, dan zal dat van kijkafstand een haarscherpe foto zijn zonder ruis. Nou, tot zover de optie ruis verminderen met AI. Er dus een DNG bestand. Wanneer je het gedaan hebt, dan krijg je een mooi beeld zonder dat veel detail verloren gegaan is. En dat detail kun je eventueel nog verhogen door om iets te verscherpen. Of in Lightroom, of dat kan daarna natuurlijk nog altijd in Photoshop. Tot zover!